dat de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Bouterse, D.C. Bouterse, president. Goedemiddag, hoe gaat het met u? Goedemiddag, meneer Cliff. Het gaat druk natuurlijk, voorbereiding voor de overdracht aan de nieuwe regering. Oké, u zegt voor de overdracht nieuwe regering. Er zijn boze tongen die onafgebroken proberen dat Bouterse niet wens over te dragen en allerlei technieken bedenkt om de zaak te traineren. Ik weet zeker dat u die verhalen ook hebt gehoord. Ja, we hebben gezien dat er inderdaad, zoals u noemt, boze tongen constant zijn, bezig zijn roet in het eten te gooien, verwarring te scheppen. Maar laat me er dit van zeggen. We hebben onlangs verkiezingen gehad. Het volk heeft gesproken. Ik heb opgeroepen om te erkennen en te bekennen wat en toe te geven wat ons volk wil. Ik heb daarbij nog gezegd, er zullen winnaars zijn, er zullen verliezers zijn. Maar uiteindelijk, wanneer het volk gesproken heeft, moeten wij ons hoofd buigen. En tot nu toe is er in dat standpunt geen enkel wijziging gekomen. Dus de verhalen die men rondstrooit. Ik heb één keer gesproken met een kader van de NPS, die me uitdrukkelijk zei, ik praat niet namens de partij, ik ben een bezorgde burger. Ik heb één keer gesproken met de heer Brunswijk en ik moet tot zijn eer meegeven, er is met geen woord over regering en samenwerking gesproken. Ik heb één keer gesproken met de heer Santokki van over 8 in de avond tot zeker 5:30 in de ochtend, waarbij we natuurlijk even in de geschiedenis hebben gekeken, er was veel te bespreken. Ook tot zijn eer moet ik aangeven dat hij met geen woord gerept heeft over enige vorm van samenwerking. Dat was niet de aard van de bespreking die we zouden hebben. Het ging meer om een soepele afhandeling van zaken. En voornamelijk de regering de ondersteuning te geven waar nodig, waardoor we zonder al te veel ruis, zonder al te veel turbulentie, de nieuwe regering haar werk zou kunnen doen voor het volk. Dus je kunt zich voorstellen dat het mij gestoord heeft, dat juist een van de onderwerpen waarover we spraken, toen de heer Santokki met zijn vrienden uit Holland belde, of zij belden naar hem, dat een dergelijk interview werd afgelegd. De mensen moeten weten, en de mensen kennen me, ik ben een gewoon mens. Ik ga nooit confrontatie opzoeken. Maar geloof me, ik schuw geen enkele confrontatie. Als de mensen het zo willen spelen, dat is hun verantwoordelijkheid. Wij roepen op dat de regering ondersteund moet worden, het volk wil dat. En dan moeten zij aan het werk. Kijk, wanneer je tot inzicht bent, wanneer een wijze man tot inzicht is gekomen, zeggen ze in Tibet, wanneer een wijze man tot inzicht is gekomen, dan wordt hij een gewone man. Meneer Santokki is een wijze man
ik zou van hieruit een beroep op hem willen doen om te proberen een gewone man te worden. En daarbij heb ik geen probleem om de deur open te maken. Maar als je de deur openmaakt voor iemand, zal de persoon zelf naar binnen moeten gaan. Ik hoop dat hij en zij die volgen precies begrijpen wat ik bedoel. Omdat niemand heeft er enig baat bij dat we hier weer turbulente situaties krijgen en dat we hier weer rommel krijgen in het land. We zijn een voorbeeld in de wereld. Wij leven vredig naast elkaar. En wij moeten niet proberen. Ik heb een aantal bandjes gezien waar diverse bevolkingsgroepen al onvoorstelbare dingen zeiden tegen elkaar. Terwijl we juist aangaven hoe dit land voorbeeldig is en hoe wij dit land aangaven als ons beste exportproduct, vrede. Maar laten we samen verder aan de opbouw van dit land werken. Wij willen daaraan meewerken. Maar de gespierde taal en denken confrontatie met mij, geloof me, Santoki gaat niet kunnen houden. Dus ik hoop dat hij daadwerkelijk zegt dat mensen hem verkeerd hebben geïnterpreteerd. Maar ik heb de bandjes over en weer beluisterd. En het was niet mis. Het was in schril contrast met wat wij uren en uren en uren hebben besproken. Nogmaals, ik geef tot zijn de glorie. Hij heeft met geen woord, en terecht, net als Ronnie, gerept over enige vorm van samenwerking. Het waren juist deze zaken die aan de orde kwamen, welke we in een goede transitie moesten plaatsen. Ik wilde deze boodschap vandaag geven. En ik wacht op de officiële uitslag van OKB om de mensen te feliciteren. Want er zijn zoveel dingen gebeurd. Gaat u maar de OKB zeggen, luister jongens, dit is finale. Dan neem ik mijn telefoon, ik bel en ik feliciteer. En gelooft u me, andere gesprekken, misschien nog één gesprek. De heer Brunswijk heeft mij gebeld. Ik was in een bespreking. Fatsoenswijze heb ik daarna teruggebeld. En we hebben gesproken over de zaak van Walter. Omdat hij het hart aangegeven dat Walter daar met dozen bezig was. Enfin, u kent het verhaal. Ik belde dus terug om te zeggen dat het verhaal kan niet kloppen. Omdat ik toevallig die avond met een aantal mensen, waaronder Walter heeft de kaarten, en de andere mensen, je kaart niet met z'n tweeën, de andere mensen kan ik als getuige oproepen. En hij zei, ja, ik heb gehoord. Maar nogmaals, daarvoor heeft hij gebeld. En hij heeft niet gebeld voor samenwerken, hij heeft niet gebeld voor regering. Dus laat de mensen ons met rust laten. Laat OKB haar werk doen. Laat wat het volk beslist heeft, laat het volk dan met hun leiding doorgaan. Ik weet, ik heb hard gewerkt. Ik weet, ik heb dit land niet verkocht. En ik ga ook niet meewerken aan verkoop van dit land. Geloof me, never, nooit, niemal, nunca, jamais. Dus tot daar, alle samenwerking. Zijn er zaken waarvan men denkt dit land te verkopen, dan hebben we inderdaad een probleem. Dus ik dacht dat we niet te lang hoeven te praten. Ik wilde hiermee volstaan. Oké, dus het is duidelijk. Er is in de twee gesprekken, als ik even kort mag resumeren, geen moment gesproken, niet met Brunswijk en niet met meneer Santoki, over eventuele samenwerking, maar zeg over de rust in het land en een vlekkeloze overgang. U hebt herhaald, daar is het. Ik zeg
ter ere van beide mensen. Geen van beide hebben ooit met mij gesproken over samenwerking en regeringsvorming en dat soort zaken waarmee men nu bezig is. Alleen de koers die men nu opgaat, ik hoop dat men er heel snel op terugkomt. Want dat zou ons brengen in een situatie welke niet goed is en bevolkt is voor het land Suriname. En daar wil niemand, in elk geval ik, niet aan meewerken.